Groet mensen, leuk dat je kijkt. We hebben hier een nieuwe video van Bakkie met PM. Yo Sam. Hallo? Oh, Sam is een beetje... Die... Yo, alles goed? Ja, prima met jou. Ja, goed. Gaan we weer lekker een Bakkie met PM doen. Kut, wat kut. Oh my god. Kut, oh my kut, god. Oh. Oh nee, Sam. Oh, nee. Dat zat een bij. Oh nee, alles... Alles in je mond. Oh nee. We gaan in een restaurantje eten waar ik nog nooit gegeten heb. Sam heeft er wel gegeten. Hij woont al fucking 20 jaar lang in Castricum en nog nooit. Het is eigenlijk al 20 jaar lang in Castricum. Jawel toch? Ja, ik woon 20 jaar in Castricum. Nog nooit bij een restaurantje gegeten waar hij nog. Het is serieus een hele bekende naam hier in Castricum. Ja. En ik heb nog nooit gegeten. Sorry voor het windgeluid trouwens, misschien. Maar in ieder geval, het is weer tijd voor lekker een bakje met PM. En wij gaan lekker wat koffie bestellen. Oh, Sam. Hey Sam! 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 Ah. Ken je dat filmpje dat die mensen zo raar gaan lopen, zo met flubber? Ja, dat was ik. Nog geen koffiegroep en ik kan terug. Sam. Nee, we gaan vandaag trouwens ook even langs de postbus, want daar schijnt nog een nieuwe fanmail te zijn ofzo. Ja Sam, het is helemaal leeg. Sponsor hier zo. Nee hoor. Oh yeah, chill wat cola. En wat heb ik? Oh yeah, een bakje koffie. Ik dacht eens van, dat is best wel heel erg nice. Een bakje koffie. Ik neem deze. Nou, eigenlijk is het geen koffie. Grapje. Ik durf te wedden dat iedereen, bij zijn vader of moeder, altijd het koekje nam. Ja, best wel vaak, hè? Ja. Mag ik hem? Ik vraag het nu aan jou, mag ik hem? Nee. Zeker? Nee. Maar, Sal, wat heb je besteld? Oh, ik heb een taartje. En Wart heeft een uitsmijter. Uitsmijter, bacon, kaas. Ik heb al gegeten. En Wart. Ik ook niet. Oh. Nee, maar ik wou je een box geven. En ging omlaag. Maar wat nou als je dit doet? Boekie. Mag ik bij jou? Okay. Oh ja, we hebben geen 3000 likes gehaald vorige keer. Dus je mag geen 3000 keer bij slaan. Bart, jij hebt een heel vette vraag en een hele vette antwoord. Ik heb een vraag. Vessen Sanne zegt Joost Admitman en Bart Dijk. Ik ben een hele grote fan. Ik kijk al heel lang. Komen de PM shirts terug? I hope so. Hashtag pakje met PM. Komen ze terug? Ik vind van wel eigenlijk. Ik weet niet wanneer, maar ze komen terug. Je moet alleen even maar een design ervan vinden. Is het dan, ik wou net zeggen, is het een ander design? Ik denk wel een ander design, maar welke? Dat weet ik nog niet. Nou, misschien als jij een design hebt of een idee hebt, laat het even weten via Twitter gewoon of via de reacties. Weet je, dat is altijd wel vet. Goeie. Oh, ik weet niet of het hoort met koekjes, maar. Ik deed vroeger ook altijd. Ik had het zo bij mijn ouders en zo. Ja, best wel lekker. Alsjeblieft. Dank je wel. Dat ziet er wel goed uit, hè? Ja, Sam, dat overtreft jouw appeltaartje wel, hè? Nou, dat is iets anders. Dat is heel wat anders. Nee, weet je wat het overtreft? Ik had vanochtend ook een omeletje gemaakt. Nou, ja, gewoon een ei, eigenlijk een eitje. Maar check, hier zit bacon in. Dat jij er vanochtend niet op, hoor. Had ik er vanochtend niet op, nee. Dus wij gaan in ieder geval lekker eten en jullie hebben waarschijnlijk allemaal super veel honger. Ah, hoor je dat? Ah, dit is niet nice. Was het niet nice? Nee, ik vind dat geluid echt niet nice. Tot dan. Ah. Heel lekker. Allright jongens, ik heb een super leuke vraag. Hij is van Starneman1601. Heb jij een opname ritueel? Nou, ik begin altijd veel te enthousiast. Maar heb je iets wat je voor de opnames gaat doen? Nou, Stan, ik vind het een moeilijke vraag. Want ik heb het niet eigenlijk. Ik ga altijd een potje hardstone doen. Daar word ik gewoon heel veel rustig van. En dan denk ik, dan ga ik al een beetje over nadenken van wat ik zal doen die episode. Als ik bijvoorbeeld een PM modpack ga doen, ga ik even een potje hardstone spelen. Ga ik tijdens dat potje ga ik even denken van wat wil ik allemaal gaan doen? Wat ga ik er allemaal over hebben? Welke invites ga ik fixen? Wat wil ik gaan maken? En wat is het plan voor de toekomst? Dat zijn eigenlijk de 5 dingen die ik dan... aan mezelf gaan stellen. Zo Sam. Hoeveel wat voor cijfer geef je het eten? Ja, ik geef het wel een 7,5 denk ik. Nice. Lekker. Ik geef het taartje een 8,5. Ik vind een fucking chill. Oh. Ja, Bart, wat ben jij allemaal aan het doen? Ik ben een foto aan het Instagrammen. Ik ben een foto aan het Instagrammen. Zodat jullie meer... Nou, Sam, ik kan niet lezen. Girl, do you even squat? Sam, squatje? Nee, ook helemaal links. Wat wordt een beetje vrouwelijk?
Nou! Oh my god, er zijn zo fucking veel toeristen in Castricum vandaag. Altijd hier in de zomer, dan zijn er in Castricum zoveel toeristen. Maar ook gewoon ook echt alleen maar Nederlanders. Het is blijkbaar geen dood dorp, Castricum. Nou, is Castricum best dorp wat er is. Zegt iedereen over zijn eigen dorp waarschijnlijk maar. Als jullie ook dingen willen opsturen. Hey, go. Nou, Sam, we liggen even lekker te chillen op dit gras. Oh, fucking nice dit. Maar wat kom je dan tegen? Nee, wacht. Oh. Zo. Ik heb geen muts. Het is cool, zo. Hoe gaan we dit vertellen? Nou, weet je wat? Ik ruik gewoon rustig weg. Sam is weg. Sam, waar ben je? Oké, we gaan het laten zien, eigenlijk stond ik gewoon hier. En Sam staat hier. Holy shit, wat is dit jongens? Moet je nou kijken? Er is hier gewoon een hele boom. Is gewoon uit de grond gegaan. Holy shit, kijk, het hele asfalt hier. Is helemaal afgebroken. Nou jongens, we gaan even de Femmel openen die we net hebben opgehaald. Jullie kunnen trouwens ook altijd wat sturen, hè? Want kijk, hier is het adres. Postbus 390 1900 AJ. In een pakketje, dit van Sam en Bart. Oké, misschien voor Sam en Bart. Nee, ik hoop, mogen jullie op stop klikken. Dit was eigenlijk voor de YouTube gathering bedoeld volgens mij, maar Bakkie met PM is echt leuk. En het was echt moeilijk om iets te bedenken. Het is niet awesome, maar het gaat om het idee. Here we go. Het is een corgi. Oh, echt wat voor jou, Sam. Corgi's zijn mijn favoriete hondjes. Zijn, kijk, hoe schattig. Is dat je favoriete dier of alleen favoriete hondje? Nee, ja, honden zijn mijn favoriete dier. En, hashtag PM Army. Als jij weet wat dit is, krijg je 10 punten. Jij weet het niet. Is het een strikje? Het is Navi, denk ik. Wat is Navi? Navi is van Legend of Zelda. Ik denk dat het is, want het is blauw. Nou, ik weet niet wat het is, hoor. Het is Navi. Dit is fucking vet, ik heb een baard. Oh. Een soort van gras. Sam, je hebt wel een baard, ja. Ik heb een baard al heel lang. Mag ik even inzoomen? Oh. Je hebt ook begint ook een beetje een baardje te krijgen. Krijg ik ook een beetje een baardje? Ik heb ook een beetje een baardje, maar niet zoals Sam. Ik heb een beetje een blond baardje. Oh, ziek hoor. Is dit van vilt? Dat is een soort vilt of zo. Super awesome. Nice, dankjewel. Die kan je ophangen zo. Oh. Jongens, bedankt voor het kijken van deze laatste. Deze Bakkie met PM. Super tof dat je gekeken hebt. Kijk natuurlijk even naar de PM Modpack S3 en de Wartvlog natuurlijk ook. Yes. En laat natuurlijk een blauw duimpje achter in de reacties. Zeg ik het weer? Ik zei het vroeger altijd, nu zeg ik het weer. Laat de reacties. Laat natuurlijk een blauw duimpje achter. En laat in de reacties achter je vraag. En wat ik voor geks moet doen. Ja, en slaap Bart, 10 keer. Jongens, bedankt voor het kijken. Doei.